Goedemorgen, middag en avond. Weer een nieuwe aflevering Farm Together. Volgens mij deel 8. Ja, en er zijn de nodige updates geweest. Ik ben natuurlijk ook weer bezig geweest. Maar ik ga jullie toch meenemen in een aantal tips weer. Want we moeten één ding goed in de gaten houden. Het is een early access, early release. Dat betekent dat je de ontwikkelaars je de kans geven om het te spelen. Dan is het wel zo dat het spel onderhevig is aan veranderingen. Dat kan zijn dat er hier en daar moet bijgeschaafd worden qua beloningen. En dat is ook al deze week behoorlijk gebeurd. Ze hebben de bloemen flink in het budget gesneden, wat je dus de opbrengst aan geld, zeg maar. Dat werd niet helemaal positief ontvangen, omdat het nogal een rigoureuze vermindering is van het munt verdienen, zeg maar. Maar ze geven aan dat daarmee wel een bepaalde balans wordt gegarandeerd, dat het in balans is. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat het niet tot level 250 gaat, de gewassen en alles wat je in de boerderij kan behalen, maar dat het zelfs tot level 500 mogelijk is. Dus vandaar die verandering in coins. Wat heb ik het dan over? Nou, stel je gaat naar een bloem, dan krijg je, omdat je daar sprinklers op hebt staan, het maximale bedrag. Dit is 611 voor de IJslandse klaproos. De IJslandse klaproos, die staat hierbij. Kijk, wat is deze? Nee, deze. Die staat op 305. Ik krijg 611, omdat je dus die sprinklers hebt staan. Dus je kunt continu water geven, dus dan heb je de maximale opbrengst. Dus als je sprinklers hebt staan, dan zie je hier de bedragen wat je verdient enkel. Doe je ze dubbel, dan heb je het bedrag met sprinklers. Nou, deze bedragen hebben ze flink naar beneden gebracht. Want, geven ze aan, op een gegeven moment ga je levelen en dan wordt het steeds meer. Want je krijgt steeds meer coins als je levelt. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu met een IJslandse klaproos op level 34 zit je al op 611 coins. Nou, wat het is bij level 200 of bij 300 of bij 500. Dus dat bouw je gewoon op. En als het nu al vrij veel is, nou, dan wordt het natuurlijk later alleen maar nog meer en nog meer. En dan ben je misschien een beetje de verhouding kwijt. Dus ik kan het wel begrijpen dat ze dat doen. Dit soort tweaks weet je dat dat gaat gebeuren. Ik zie dat ik iets nieuws heb. Oh, ik heb deze vrijgespeeld. We hebben dus wat nieuwe bomen erbij. Zoals deze, de gouden appelboom. We hebben de kruidnagelboom erbij gekregen. De mango Alfonso. We hebben de kweekpeer. Volgens mij is dat kweekpeer, niet kweepeer. Wat wel jammer is, daar hoop ik dat ze daar wel op terugkomen, is dat we hiervoor krijgen we een bepaalde specerij, maar we kunnen daar niks mee. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Je zou er wat mee moeten kunnen doen, om dan zeg maar in de stad een winkeltje te hebben waar je dit soort specerijen kwijt kan. En dat kan dus niet. En hetzelfde geldt voor de wol, die je dus zeg maar van de bamboe afhaalt. Ja, die doe ik dus ook niet, want het heeft niet zoveel nut. Aan de andere kant is het natuurlijk dom dat ik dat niet doe, want op die manier kom ik het level natuurlijk niet omhoog van die bamboebomen. Af en toe moet je ze wel doen. Dus, dat eventjes gezegd hebben. Dus er zijn sommige dingen aan het tweaken. Wat ze ook getweakt hebben, en ja, dat heeft mij nu eventjes heel veel geld gekost, maar dat had ik kunnen besparen door even te wachten. Maar daar kom ik dan nu achter. En dat is dan maar zo. Dat moet je dan ook maar accepteren. De stadsgebouwen om te upgraden, dat kost je geld. Of diamanten, ze hebben dat naar beneden gezet. En toch flink naar beneden gezet. Want ik zat inmiddels al bij waar je de appels kan inleveren. Zat ik al op 1,1, 1,3 miljoen wat ik moest betalen voor een upgrade. Ik zit nu weer op 7 ton. Dus ze hebben dat wel aanzienlijk naar beneden gebracht. Dus ik heb voor dat stukje best wel veel extra betaald.
Maar dat is ook iets wat je moet accepteren als je dus inderdaad. Oh, net een seizoenswissel. Ja, dat kan. We zitten nu in de herfst. We gaan even kijken. Ik pak altijd de kaart erbij. Waar kan ik tekeer gaan? Ik kan hier tekeer gaan. We gaan deze gewoon doen. Dus dat verandert natuurlijk ook. De opdrachten worden ook een beetje aangepast. Die je nu krijgt. Als je hoger in level komt, wordt er ook verwacht dat je meer moet doen. Dus dat zijn de opdrachten voor die roze ribbetjes. Die ik dan kan verdienen, zeg maar. Dus daar hebben we ook wat van meegekregen. En wat ook verandert is in de stad. Er zijn die pipo's die worden daar. Die vragen jou met een uitroepteken. Die vragen jou iets. En die gaan nu meer vragen. Maar die gaan ook veel meer geven. Dus een beetje gepast op het level. Wat je dan zeg maar bent. Dus kijk. Ik snap dat wel, hè. Er was weer een beetje geklaagd. Dat ze wel veel geld vroegen. Maar aan de andere kant. Je kreeg wel meer diamanten. Kijk, als een klein beetje geld vragen. En je krijgt maar 122 diamanten. Nou, dat is op een bedrag van 19.000 nog wel leuk. Maar op een gegeven moment. Op een bedrag van 40.000, 50.000 diamanten gaat dat niet meer echt wat doen voor jou. Dan is het niet meer echt een bijzondere aangelegenheid om dan zo'n poppetje zeg maar, in de stad aan te spreken erop. Dat is dan zeg maar, waar het een beetje om gaat. Wanneer ga je dat nog wel doen en wanneer niet? Dus wanneer doe je nog wel dingen in de boerderij, wanneer ga je dat niet meer doen? Nou, en dat moet dus in balans blijven. Als je bepaalde dingen niet meer gaat doen in de boerderij omdat het niet rendabel is, Dan is het een beetje jammer dat dat zo gebeurt. Maar dan is het de game niet meer leuk aan het worden. Dus die stadsbezoekers die moeten wel meer diamanten gaan geven op een gegeven moment. Anders zet het geen zoden meer aan de dijk. Bijvoorbeeld. Nou, kan het doorrijden. Dus vandaar. Dus dat vond ik ook een goed punt wat ze hebben opgepakt. Ze hebben het voedergedeelte weer bijgewerkt. Dat ze iets meer of iets langer met het voer kunnen doen. Die je dus koopt met die ribbetjes. In die extra bakken die ik in de weide heb gezet. Daar kunnen ze weer wat langer mee doen. En dat hebben ze ook weer qua grafisch hebben ze dat weer opgelost. Dat als je voer gaat vullen dat de bak ook weer echt vol is, zeg maar. Dat was ook eventjes een glitch. Wat ze dus even niet meer werkte. Wat hebben ze nog meer gedaan? Ze hebben nog wat dingen toegevoegd. Die bomen, zoals hier die kaneelboom. Zeg ik dat dan van de vorige keer ook al een keer. Die kaneelboom hebben ze toegevoegd. Ik doe het nu puur om level te creëren. Maar ik kan dus niks met die specerijen. Tenminste, ik ben er nog niet achter gekomen of ik daar iets mee kan. Laat ik zo zeggen. Want ik mis soms ook wel eens wat. Ik ben ook niet. Maar goed, ik ben nu gewoon even lekker aan het rijden. Ik heb geen geluid. Heb ik uitgezet volgens mij. Ik zal ze ook even het geluid weer aanzetten. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is de boerderij vooral groter maken. Dat is belangrijk. Zorg ervoor dat je veel diamanten verdient en ga die boerderij lekker uitbreiden. Ga niet te veel versieren en ga niet te veel dingen doen om je boerderij leuk te maken, want je bent nu zo beperkt met wat je hebt aan decoraties. Je hebt niet zoveel om te doen. En als je dat nu allemaal gaat kopen en allemaal gaat maken, dan zul je straks zien, dan ga je straks alles weer weghalen, want dan komt allemaal weer een nieuw spul uit, een nieuwe decoraties die je dan graag wil hebben. Of dan komt net die ene pad wat je graag daar wil hebben liggen. Maak een basis. Dat doe ik ook. Ik probeer hier en daar toch weer dingen aan te passen. Maar doe het niet te veel. Probeer wel een basis te creëren waarvan je dus kan zeggen, nou, dat vind ik fijn om zo mee te werken. Anders ga je namelijk straks heel veel spijt ervan krijgen. Het is een early release, is niet voor niks. Wat je nu eigenlijk de kans hebt niet om te doen, ga scoren. Ga die diamanten krijgen. Ga dus die roze ribbetjes krijgen, want het gaat straks wel gebeuren dat we bepaalde dingen kunnen doen.
in de boerderij. We hebben een verloop, hè, we hebben een tijdsplan is er gepresenteerd. Dat tijdsplan geeft aan wat we de komende tijd kunnen verwachten. Dus de content roadmap, zoals ze dat zeggen. Ik heb hem even niet geprint. Hij staat op Discord. Ik denk even kijken, misschien kan ik hem er wel even bij pakken. Ga ik even naar Steam. Discussies. Oh nee, het was een update. Roadmap. Dat was een niche. Oh ja, ja. Ik kan hem niet kopiëren. Dat is een beetje jammer. Oké, dat is jammer. Hoe doen we het dan even? Wacht even, ik doe dit even. Opslaan. Dan ga ik even hier naartoe. Ja. Download. En dan gaan we even naar deze. Ik had hem eigenlijk er even bij moeten pakken. Ik heb het gewoon vergeten om dat even te doen. Maar we doen het eventjes zo. Image. Roadmap. Oké. Die pakken we dan van de downloads. Open. Oké. Als het goed is, zie je die nu over mijn gezicht in half. Maar dit is dus de roadmap zoals die gaat, die we dan zeg maar hebben. Dit gaat hem worden, de roadmap, content roadmap. Dus in de zomer willen ze de co-op rewards gaan geven. Dus dat je dus samen gaat werken aan bepaalde dingen, dat je dan ook dus de ribbetjes gaat verdienen als je iemand helpt. Dus als je dus een taak doet bij een ander, dat je dan daarvoor ook de ribbetjes gaat krijgen waarschijnlijk. Production buildings, dus we gaan een appelmachine krijgen, een productie waar je appels kan inleveren voor potten jam. Je krijgt waarschijnlijk honing bij je, of een honing. Fabriek voor de bijen, de honingraad die je verzamelt. Noem het nog maar meer, wat je dus straks gaat krijgen. Nieuw townshops, nou, er staat wol bij, dus we zullen waarschijnlijk dan de wol kunnen inleveren. Nieuw crops, animals and trees and pounds, of course. Dat is een herhalende factor die ze dus gaan toevoegen elke kwartaal. Dan krijg je, of elk seizoen, en dan krijg je nieuwe decoraties en nieuwe customization items. Dus dat gaat dan in de zomer gebeuren. In de herfst gaan we helping hand, gaan we de farm hands krijgen. Nou, vandaar dat ik dus ook zeg, ga sparen voor die roze ribbetjes, want die moet je daarmee betalen. Dat is in Farm Together 1. Of dat ook met 2 gebeurt, weet ik niet. Maar ga ervan uit dat je een bepaalde luxe. Hè, farmhands zijn luxe, want die kunnen jou de taken uit handen nemen. Ik zet ze altijd op de dieren. Want dan hoef ik dat niet meer te doen. En dan krijg je dus de producten en de gewas. Of tenminste, krijg je dus hetgene wat de dieren produceren, krijg je dan gewoon. En zij geven dan ook eten. Je moet dan wel zorgen dat je eten hebt natuurlijk voor die dieren. Het mooie ervan is dat kost, dat is best een hele mooie toevoeging aan de game. Maar dat gaat je natuurlijk wel iets kosten. En dat is waarschijnlijk dus die roze ribbetjes zoals dat in Farm Together 1 is. We gaan evenementen krijgen, ook leuk. Evenementen zijn toevoeging die dan zeg maar een 7 dagen duurt of 8 dagen, soms 14 dagen. En dan moet je denken aan een paasevenement, Halloween evenement, een
sneeuwevenement, een kerstevenement, dat soort zaken. Quest buildings, die ken ik nog niet. Ik denk dat dat gebouwen zijn waarbij er een bepaalde opdracht moet uitgevoerd worden. En vervolgens weer de herhaling van nieuw crops, animals, trees, plants en dat soort dingen. Dan krijgen we een nieuw harvestable. Dat schijnt iets nieuw. Dat is dus nieuw. Dat ken ik niet. Die kennen we nog niet. Nieuw job carving. We kunnen ook dus gaan hout carven. Hout snijden. Dus een soort van hobby. Town customization. Dus we kunnen hem gaan aanpassen. Dat klinkt veelbelovend. En achievements. Zoals we die ook kennen in Heyday. Dat je bijvoorbeeld zoveel hebt gedaan op een bepaald iets. En dan dat je daarvoor punten krijgt of zo. Voor die, dan krijg je diamanten dan, zeg maar, voor. En dan in de spring en beyond krijgen we pets. Dus we krijgen nog huisdieren. En we krijgen een trein. En een nieuw harvestable. En 1.0 release. Dan pas wordt het een echte release. En de console versions. Ja. En daar hoop ik één ding. Dat die console versions. Dat dat wel een versie wordt. Waarbij we dus multi-cross platform kunnen spelen. Zodat als je op een PlayStation speelt. Dat je dan Farm Together kan spelen. Maar dan ook met iemand kan spelen. Die dus op een PC speelt. Speel je niet nu op een PC of een Mac, dan gaat dat gewoon samen, dan is dat geen probleem. Maar in Farm Together 1 was het wel, dus zat je op een Nintendo Climax, hoe heet dat ding? Klik, klik, ik ben dat ding kwijt. Nintendo Switch, sorry. Als je op een Nintendo Switch speelt, dan kon je ook alleen maar dus connecten met mensen die op een Nintendo Switch spelen. En dat geldt ook voor de PlayStation. En dat zou hopelijk toch wel cross-platform moeten gaan worden. Want anders zou ik het heel jammer vinden. Want als het namelijk cross-platform gaat gebeuren. Dan kan ik namelijk meedoen op een PlayStation. Tenzij die niet voor de 4 gaat komen. Maar alleen maar voor de 5. Maar dat kan ik me niet voorstellen voor dit spel. Dat lijkt mij niet. Dat het alleen maar voor de... Nee, dat denk ik niet. Even kijken. Ik had geen muziek, hè? Dat is even... Ik moet ook geen geluid hebben. Ik moet alleen de effecten een beetje hebben. Dit. Muziek? Oh, wacht even. Speel achtergrondgeluid. Dit is uitgeschakeld. Oh, oké, doe dit wel. Ik weet niet waarom ik geen geluid heb. Doorgaan. Ik weet niet waarom ik hem niet hoor. Je zou zeggen dat ik hem gewoon moet horen, want dan gaat hij hier weer springen. Kreng. Nou, terug. Hup. En dan X. Hij zet overal die dingen er neer. Dat is niet aardig. Even kijken. Heb ik iets anders uitstaan dan? Niet echt. Ik hoor het in ieder geval niet. Misschien dat jullie het horen. Ik hoop het niet. Want dan begin ik gek te worden. Zegt er eentje. Volgens mij ben je al... Hoho. Doe ik het weer. Oké. Heb ik misschien het geluid... Nee, dat kan niet. Ik kan het geluid niet in de Windows uit hebben staan. Want anders hoor ik mezelf ook niet. Het geluid komt niet binnen, hè? Nee. Ik weet ook niet wat het is. Verras je me nou? Ik weet niet wat het is. Boerderijinstelling. Hebben we hier iets geks? Nee, toch?
En als ik even afsluit. Nou ja, boeien. Maar goed, de roadmap die is een beetje, ja, die is dus gedeeld. Dat is wel leuk om daar te zien hoe het spel zich gaat verder ontwikkelen. Dus dat vind ik wel zeer tof. Waar gaan we naartoe? Even kijken. Alles wat oranje is, dat is dus voor een quest. En noem het maar een opdracht waar we dus geld mee verdienen. Maar ook moeten we denken aan de fruit. Want fruit hebben we nodig om te verkopen in de stad en om diamanten te kweken, om te krijgen. Nou, noem maar op. Kweken niet, maar ja, je snapt wat ik bedoel. We moeten veel diamanten verdienen. Bij dat gebeuren gaan we natuurlijk ook die opdrachten doen die gevraagd worden. Dus in dit geval vis voor de kitten. We hebben wat Picasso-vissen te doen, zie ik. En ik ben nog steeds met een schuurschilderij bezig. Dus dan gaan we daar maar even naartoe. We gaan naar het huis. Of zal ik eventjes via deze weg gaan? Dat is wel leuk. We gaan via deze weg wel. Ik heb hier een hele lange rit te maken met dit gedoe. Ik heb even uitgerekend. Als je dus 108 bomen op deze manier hebt staan. Dan duurt het ongeveer 30 seconden voordat je van de ene kant naar de andere kant bent. Met het automatisch rijden. Automatische modus. Dus heb je 3 van die velden achter elkaar staan, dan kun je dus gewoon 1,5 minuut even lekker laten lopen en dan ook gewoon koffie pakken, je gebakje eten, bijvoorbeeld. En dan pak je hem weer op als die klaar is. Leuk hè? Dit is gewoon slapend rijk worden. Nou ja, we krijgen een seizoensswitch. Oké, dat is dan weer niet zo leuk. Die had ik niet gecalculeerd. Komt dat ik aan het kletsen ben natuurlijk. Maar dan pakken we een andere die veel leuker is. Nee. Die is nog leuker. Deze is namelijk wel 1,5 minuut. En onderin heb ik de inventaris weer aangezet. Want dan kan ik goed zien wat er een beetje vol raakt. En wat dan vol raakt gaan we dan naar de stad. Gaan we weer verkopen. En dan krijgen we weer lekker veel diamanten. Waarom zeg ik dat? Nou, we hebben nogal wat diamanten nodig. Dat kan ik je echt, ja, dat gaat echt in de miljoenen wat je nodig hebt. Dat denk je van niet, maar echt wel. Die shops die je namelijk moet upgraden met diamanten, dat doe je in het begin nog niet zoveel. Omdat je dan de diamanten spaart voor andere zaken die je in de game wilt doen. Dat is natuurlijk logisch, maar die moeten ook een keer omhoog. Ja, en dat gaat nu al met 5, 6, 700 diamanten tegelijk. Nou, dat is op dit bedrag van 20.000 natuurlijk best wel veel. Maar dat stijgt steeds verder naar 1000, 1100, 1200. En dat zal een keertje misschien wel 50.000, 60.000 diamanten gaan vragen om te upgraden. Dus dat is een behoorlijke aanslag op jouw totaliteit aan diamanten wat je in je kistje hebt zitten. Of in de schuur hebt liggen. Ik kan me voorstellen dat je wel best wel veel diamanten in je schuur hebt liggen. Dit is toch relaxed, of niet? Dit is relaxed, toch? Dit is zo gaaf. Dit vind ik wel het mooiste van de game. Dat je ook af en toe even je hand, je pols en zo eventjes de vrije hand kan geven. Eventjes niks hoeft te doen. Kijk, dit heb ik dan wel gedaan. Een beetje aangekleed, zeg maar. Omdat ik vond... En ik heb het vis weggehaald hier in de middenstrook. Die heb je misschien tussentijds gezien. Maar ik vond dat niet echt wat. Het was ook afgesloten door die bruggetjes. Dus ik moest al die velden los doen. Nu heb ik er gewoon een visgebied van gemaakt. Ik vind dit prima. Ziet er leuk uit. Vind ik persoonlijk. Ik hoef maar 3 keer een ram te geven op het gebied. Want dan pak ik in 1 keer de hele smiksmak. Dan heb ik alle vis in 1 keer gepakt. Boom. Want ik maak er zo'n U-vorm van. Hè? Een U. Kun je ook wel zien. Als ik hier naartoe ga. Dan kan ik helemaal rondrijden. Ik heb een opdracht. Gelukkige verjaardag. Ik moet hier nog wat hek neerzetten. Zoals je ziet.
Dat heb ik nog niet gedaan, omdat dat hek is weer wat te duur, vind ik persoonlijk. Maar het loopt helemaal door en dan kun je hier helemaal heen. En dan kun je hier heen. Huppakee, bruggetje over. En ik heb hier groene bruggetjes. En weet je, voorlopig vind ik dit helemaal prima. Ik kan natuurlijk geen vis meer bijkopen. Want ik heb geen ruimte meer voor vis. Dus als dat nodig is, dan ga ik gewoon weer een nieuw gebied beginnen. Hoeveel vis heb ik dan? Nou, als je naar de vissen gaat kijken, dan heb ik alle vissen op 40 in bezit. Makkelijk rekenen, hoef je niet meer aan te denken dat ene vis 22 is, een ander 25, een ander 30, en noem maar op. Alle vissen op 40, dan kan ik dit dus maken. Ik kan eventueel de schuren nog weghalen en dan nog meer neerleggen, maar ja, dan wordt het wel heel erg veel vis. Maar als er een nieuwe vis komt, dan ga ik gewoon een nieuw gebied daarvoor aanbreken. Er is een nieuwe koe, die kan ik ook op het veld zetten. Ik ga de koeien wel een beetje aanpassen nog. En de varkens en de kippen, want ik vind het nu wel erg en bij elkaar staan. Heel erg bij elkaar staan allemaal. Wat ik wil doen is, ik wil wat meer ruimte onderling maken. Dat heb ik in een andere boerderij ooit ook gedaan. En hou er rekening mee dat een helper, die werkt in vierkant. Ja, als je een helper hebt bijvoorbeeld, die pakt zeg maar deze 9. Dus 4 keer 9 naast elkaar. En 4 keer 9 aan de andere kant en nog 9 ernaast. En hij zit daar dus middenin. Dus hij pakt best een heel groot gebied. Alleen dit gebied pakt hij niet omdat hij niet vierkant is. Hij pakt een vierkant gebied. Maar dan zeg maar de vergrotende versie van de tractor die hij pakt. Dus niet de 9, maar dan 25 bij 25 volgens mij. Of 30 bij 30. Zoiets is het. En dan maakt het niet uit of dat nou makkelijk handelbaar is met een tractor. Want dat maakt dus niet meer uit. Want je doet het, de helpers doen het dan, zeg maar. Maar ik wil dit hier nog, de pad hier zo en ja, en al die lampen zo, vind ik wel leuk. Maar een boompje ertussendoor en een struikje of iets van een decoratie mag ook nog wel. En dat heb ik hier niet. Dit is echt gewoon werk toestand. Ik ga ze nog wel iets verder uit elkaar zetten misschien. Maar het heeft voor nu nog niet zoveel zin om dat te doen, omdat je hebt nog geen decoraties. Ik bedoel, de bomen die je neer kan zetten, dat zijn de fruitbomen. En die wil ik niet daarvoor gebruiken. Ik wil daar decoratiebomen neerzetten. Echte mooie bomen. Zodat ik ze niet hoef leeg te halen. Want op een gegeven moment zie je toch elke keer die tekens boven die bomen hangen. Ja, dan vind ik een decoratie niet zo mooi. Dat is waarom ik het dan eigenlijk niet zou willen. Bij wijze van. Nou ja, hier komt ook weer aardig wat van binnen. Paddenstoelen. Er is maar één shop in de stad die dus gewoon puur alleen maar paddenstoelen accepteert. Dus dat is ideaal. Als je die dus kan upgraden, kun je dus heel veel paddenstoelen verzamelen. En kun je dus dat mooi inwisselen voor diamanten. Want je hebt paddenstoelen nog niet echt nodig voor iets. Soms voor een upgrade, dat wel. Als je dus als je van plan bent om te gaan upgraden in de stad, ga dan niet eerst langs de winkeltjes om, zeg maar, alles te verkopen, maar ga dan eerst upgraden. Want ze vragen peren, ze vragen citroenen, en ze vragen bloemen om te upgraden. Nou, en als je dat allemaal eerst gaat verkopen, dan kun je weer opnieuw beginnen met sparen. Als je de stad ingaat en je ziet zo'n teken met, hoe noem je dat, met instrumenten, met gereedschap, dan is dat een teken dat je kan upgraden. Als er een doos boven staat, gewoon een ingepakte doos, dan kun je niks doen. Dan kun je alleen maar diamanten halen. Mooi dat de voerbakken ook weer doen. Ik heb dus 52 kippen, 52 varkens, 52. Ik hou alles op 52. 52 koeien.
Ja, je kunt op een gegeven moment wel 100 koeien gaan nemen, maar dat is echt onzin. Voor nu. Misschien later dat je dat dan kan doen. Want je krijgt ook nog zoveel andere dingen. En ik denk dat ze in deze game heel veel meer gaan bieden en meer gaan toevoegen dan in Farm 1. Want er gaan ook al nieuwe dingen gebeuren. Dat zullen ze ook wel moeten, want anders krijg je een beetje een luxe versie van Farm Together 1 natuurlijk, als je het zo gaat bekijken. Maar het ziet er nu al, vind ik persoonlijk, al veel mooier uit. De menus zien er mooier uit, de beesten, al de dieren zijn veel mooier geprint. Mooi grafisch tot zijn recht. Ik vind hoe ze er lopen in de wei en hoe ze daar zich gedragen, vind ik heel leuk. Dus ik vind dat ze hier al best wel een hele grote basis hebben neergelegd, die echt leuk is. Dus ik nu alle eieren heb gedaan, dan weet ik niet of ik toevallig nog een quest of een opdracht kan vervullen. Maar er wordt niks gevraagd volgens mij aan kippen. Misschien deze? Nee. Wordt niks gevraagd, zie ik. Eigenlijk doe ik de kippen niet zo vaak en de varkens. Komt omdat persoonlijk vind ik deze niet zo leuk om te doen. Waarom, dat weet ik niet, maar het is wat meer werk, hè? Ja, Rudy zou eens wat meer doen. Ik cross even naar mijn huis. Ik moet even. Kijk, de muziek moet even afgemaakt worden, want ik heb ook een opdracht voor een muziekje. En de schilderij, die gaat de volgende fase in. Is die dan klaar? Dat duurt 20 minuten, dat is best wel lang voor opdracht. En dan heb ik nog koken. Ik ben gewoon lekker druk aan het koken, dus ik verzamel dat. Ik heb ruimte zat om dat allemaal te verzamelen. Ik denk dat het later een keertje jou gaat helpen met iets. Ik weet niet of het zo is, maar ik heb extra ruimte gekregen doordat ik de schuur heb geüpgraded. Dus het kost je bijna geen drol, dus dan kun je het ook makkelijk doen. Even kijken, zullen we even naar de stad gaan? Of heb ik nog niet zoveel in te leveren? Ik heb nog niet zoveel in te leveren. Hè? Laten we eerst maar eens wat verdienen. Hier hebben we een opdracht voor. Dus dat is mooi. Kunnen we die doen? Ik ga ondertussen even tanken. Framboos, 170 stuks. En de Kent Mango moeten we er 110 van doen. Oké. Ik vind het jammer dat je niet meerdere opdrachten in je beeld kan hebben. Ik had er wel meer willen zien eigenlijk. Een framboos die doet volgens mij met 2 seizoenen mee, dacht ik. Dan rijden we meteen door naar de witte moerbei. Dat is gewoon de framboos teken. Hij komt in beeld. Hij zit nog voor de champignonnetjes, voor de paddenstoelen. We gaan deze even doen. Oh, we gaan even geld verdienen, jongens. Deze. De Salamanca Anje. ...3787... en 480 XP. Nou, dit is dus echt een knaller. Ik moet best wel veel XP nu gaan verdienen hoor, om naar level 137 te gaan. Maar met dit soort bloemen gaat het natuurlijk wel heel hard. Het gebeurt alleen niet zo heel vaak. Want het duurt weer ruim. Hoe lang? 2 dagen volgens mij.
ben 23 jaar, dus 2 dagen duurt het weer voordat ik ze kan oosten. Deze geeft mij 2400 en 280 XP. En dat is dus na een dag weer te oosten. Maar het is wel een lekkere voor je opbrengst. Die je dan elke dag toch met deze bloem hebt. Dan ga ik weer richting de 20 miljoen. Ik was een beetje naar beneden gegaan in verband met het aankopen van bomen. Wat vis moest ik bijkopen. En ik heb wat gebouwen geüpgrade in de stad. Kijk, deze doet nu de 1326. Dat was dus wel meer. Maar goed, nog niet slecht. 140 XP. Per stuk. Dus dat is gewoon ruim 14.000 XP. Wat ik nu ga oppakken. En de XP die je nodig hebt per level, dat is dus fixed voor een aantal levels. En dan ga je weer omhoog met meer XP wat je nodig hebt. Dan is dat weer voor een tijdje gefixt. En dan gaat het weer omhoog hoeveel XP je nodig hebt. Dus het is niet zo dat je elke level meer XP moet. Maar je hebt voor een aantal levels moet je hetzelfde aantal XP. Tot dan dat je een bepaald level bereikt, dan moet je meer XP. En dan gaat dat steeds verder omhoog. Nou, ik kan je vertellen, dan moet je best wel veel. Het voordeel wat je erbij hebt, dus het gaat vanzelf. Alles wat je in de boerderij doet, dat levert XP op. En dat is niet anders dan bij Heyday. Alles wat je doet, levert XP op. Dit is 90 XP per bloem. Maar je krijgt straks bloemen die toegevoegd worden, of ook theeblaadjes en noem maar op. Die gaan diamanten geven. Maar er zijn ook straks bloemen die geven echt heel veel XP. Dan praat je over 1200, 2000 XP in één keer. Maar goed, dan heb je ondertussen ook al zoveel gedaan. Dat je dus ook wel heel veel diamanten op dat moment hebt. Op Farm Together 1 heb ik zoveel diamanten dat ik ze gewoon eigenlijk niet meer kwijt kan. Tenminste, ik kan ze gewoon niet opmaken. Want je moet ze in kunnen blijven leveren. Hetgene wat je doet, maar je moet ze ook uit kunnen geven aan dingen. Bijvoorbeeld, nou ja, dat is dus nu wel voorbij. Even kijken. Ik zet hem even op zo. Pom, pom. We pakken hier de appeltjes. Zo, deze pakken. Dit is nog de. Daar hebben we nog wel ruimte voor. Ja, en dit is eigenlijk een beetje het werk wat je doet, hè? Met Farm Together. Gewoon lekker bezig zijn met het. Het verdienen van producten. De peer zit er ook al vrij vol. Ik kan nog wel veel appels gebruiken eigenlijk. Dan gaan we even een appeltje doen. Kunnen we de camera even aanpassen. Zodat hij even kan kijken wat die Pipo aan het doen is op zijn tractor. Nou, hij doet niet bellen. Dus dat is goed. Hij is gewoon druk bezig met kijken, poot op het gas en rijden maar. Dus dat ziet er wel goed uit. Hij is wel goed bezig. Even kijken, waar gaan we naartoe? Hier hadden we ook nog iets staan, denk ik, of niet? We kunnen deze ook wel doen. We hebben een wissel. Oké. Nou, die heeft niet zoveel zin. Voor de level wel, maar nu even niet voor de fruit. Want ik wil even wat appeltjes nog verdienen. Die begint ook al flink te klimmen. Het zijn er eigenlijk een keer 108 die je pakt. Dus als je 2 velden, dan zijn het er 216 uiteraard. En dat gaat dan op een gegeven moment best wel hard. Maar goed, ik kan natuurlijk ook wel 1700 peren kwijt. En ik heb inmiddels ruimte voor 815 tomaat. En 1495 appels. Dus dat is ook wel aardig wat.
Kijk, de vis die gaat niet zo heel snel omhoog qua level, qua ruimte. Maar dat komt omdat ik daarvoor diamanten moet betalen. En ja, ik ben een beetje zuinig met de diamanten. Omdat ik, als ik land wil vrijkopen, dan heb ik ze nodig. Punt. Kom maar. Even kijken, ik weet niet, wat zijn dit? Dit zijn citroenen. Oh, die kan ik ook goed hebben. Die heb ik nog helemaal niet in het lijstje staan daar beneden. Nou, de eieren waren ook flink verkocht, zag ik. Sla en tarwe dien ik ook weer op voorraad te hebben voor de dieren. En ander fruit zie ik ook niet. De auberginefruit, zeg maar. Kijk, nu krijgen we weer de aardbeidjes. De framboosjes noem ik, zeg maar even. Dus de frambozengroep. Zwarte moerbei valt daaronder. Daarnaast zie ik ook nog de appels. En aan de andere kant zie ik de pruimen. Dat is dan weer goed voor de peer. En nu was mijn benzine op. Had ik niet één in de gaten, joh. Op een gegeven moment gaat het wel op, hè? En die blijf ik ook upgraden, de machine. De benzinestal. Want die heb je natuurlijk ook net zo goed nodig. Nou, als we dit rijtje hebben gehad, gaan we even naar de stad. Want dan gaan we even die piepo's doen. Die vragen voor een opdracht. Een uitroepteken boven hun hoofd hebben. En dan ga ik even kijken wat ik dan moet doen. En dan gaan we wat inleveren. En dan gaan we meteen kijken of we nog wat kunnen upgraden. Ik weet alleen niet wat ik meer nodig heb voor de... voor die ene. Nou, de stad. Ping. Dan moet hij nadenken. Dat is een glitch, volgens mij. Even kijken. Ik kan dus niet upgraden hier. Want daar hangt een box boven. We kunnen wel even gaan kijken wat hij nodig heeft voor een upgrade. Maar dat zijn dus rozen of tulpbloemen. Die heb ik dus niet genoeg. Maar ik moet nou dus 7 ton betalen voor een upgrade. Er zit hier nog wel een foutje in. Want hij zegt elke 3 seconden dat hij dan diamanten erbij krijgt. Maar dat is niet waar. Want hij zet hem op 4 seconden. Dus dat is nog niet helemaal correct. Nou gaat het al wel heel snel hoor. Ik bedoel... daar heb ik al heel veel alweer ingeleverd. Dan gaan we even naar... Oh, kijk, daar staat er eentje. Je weet even niet wat ze moet doen. Dus die staat daar... Wij gaan vissen en heb eerlijk gezegd nog nooit in mijn leven zoveel vis gevangen. Nou, ik hoef die rotte vis van jou niet. 280 vis krijg ik dan. Ja, dat was eerst maar 12 of 10 vis. En nu krijg ik in één keer zoveel. Gekke. Man. Even kijken. Hier kan ik bloemen inleveren. Laten we even doen. Die roze dus niet, want... Kan ik trouwens wel zoveel verdienen aan die tulpjes? Want ik weet niet hoeveel voorraad ik heb, maar ik weet niet hoeveel hij vraagt. Maar het kan wel zijn dat mijn voorraad niet hoog genoeg is voor de vraag. Hij heeft er 5,52 nodig. Oh, oké, dat kan dus wel. Even de camera anders zetten, want dan kom ik helemaal gek van die beesten. Van die mensen. Deze kan ik upgraden. Wil ik dat? Ja, doe maar. En wat heb je dan nodig? Heel wat tarwe. Hier zit ik in principe nooit aan. Maar ja, ik doe wel mee met de upgrades. Hier kan ik niet upgraden, maar wel inleveren. Wat heeft ze nodig eigenlijk? Oh, die bloemen. Die ben ik allemaal aan het verkopen. Nou, dit ga ik verkopen. En in principe kan ik deze ook pakken. Ik heb nou niet zo heel veel van deze. En de rest laat ik even zitten.
druifjes doe ik niet zo snel verkopen, want het kost best wel veel tijd om die te verdienen. Nou, de eieren, daar kan ik wel wat van kwijt. Appeltjes, of tomaat zijn dit. Laat dit maar even zo. Die heeft ook die bloemen nodig. Dezelfde bloem als... Dat is de kruidenier. Oké. En dit is dan de visboer. Ja, die heeft dus diamanten nodig. En die wil ik eigenlijk een beetje bewaren. Maar goed, ik kan hem nu één keer upgraden weer. En dan ga ik even wat vis verkopen. Kom later terug. Ja, 50 heb ik niet. Dus daar heb ik weer even geduld voor nodig. Dan heb je hier de champignonboer. Nou, ik kan best wel veel kwijt. Dus echt upgraden hoef ik niet meteen. Maar weet je, ik doe het gewoon nu. Dan doe ik niet te veel tegelijk. Hier had ik dus die specerij, zeg maar, kunnen doen als ik te veel van die framboosjes had, zeg maar. Oké, we gaan even kijken waar die pipo's lopen. Pakken we de M, dan zien we er eentje daar, daar en daar. Dus we gaan gewoon even een rondje maken. We beginnen hier. Kijken wat deze wil. Maar ik krijg maar 145 diamanten. Dat hebben ze niet veranderd. Oké. Niet alles is aangepast waarschijnlijk. Waar ben ik nou begonnen? Ik ben midden begonnen. Niet handig. Nou, waar rennen we hier naartoe? Gaan we naar die pipo daar bij het water. Maar als jij geen goede deal hebt, dan flikker ik je in het water. Zo, heb ik dat ook gezegd. Oh, gesmokkelde kaas. Dat is altijd goed. Dankjewel. Oh, ik krijg nou meteen 28 kaas. Daar kan ik wat mee. Dankjewel. Normaal gesproken heeft hij maar 1 kaas. 1 of 2. Volgens mij meestal 1. Ja, daar doe je niet zoveel mee. Nou, dan gaan we hier even naartoe. Even kijken. Deze kunnen we nog naar beneden brengen. Deze ook. En deze. Tjaka. Dan gaat die andere natuurlijk meer peren vragen, waarschijnlijk. Oh, hij is inmiddels al helemaal hier naartoe gelopen. Kom. Waarom? Ja, doe maar. Lekker vanaf. Niet echt wat ik wilde, maar oké. Ik heb in ieder geval iets. Nou, en dat hebben we gedaan. Dan kunnen we weer terug naar de boerderij. Dan gaan we weer gewoon op dezelfde tour verder. We moeten geld, of tenminste weer moeten niks, maar we willen natuurlijk weer wat verdienen. Aangezien ik dus ook dat nodig heb voor de upgrade van mijn gebouw, ga ik deze weer leeghalen. Dat zijn die roze bloempjes. Die heb ik dus nodig voor die upgrade. En ik heb die tulpjes nodig voor de upgrade van die eerste shop die ik had. Ik weet niet de naam van die shop. Geen kruidenier is dat. Volgens mij een fruitwinkel. De fruitboutique. En dan gaan we dat weer doen. En dan hebben we dat weer gedaan. Je verdient er ook weer lekker een beetje geld mee. Dus dat is ook mooi meegenomen. Want je moet natuurlijk een beetje dat geld in de gaten houden. Want je krijgt nieuwe dingen die best wel veel geld gaan kosten. Vooral nieuwe dieren. Nou, en nu heb ik overal mijn boerderij een beetje vlak. Maar ik ga ook een andere leuke stunt uithalen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Lijkt me echt gaaf. Hier achterin kan ik extra ruimte kopen. Wat ik ga doen, ik ga steeds hoger. Dus ik heb nu een verhoogde... Dus ik wil die hele breedte gaan gebruiken. Vanaf dat moment, vanaf hier. Om dan zeg maar de hoogte in te gaan. Dus ik ga dan ook aan die aan de zijkanten ga ik het helemaal meetrekken. Dan gaat hij helemaal de lucht in. Dit is dan, het hele vlak is dan 1 laag hoger, zeg maar. En dan gaan we hier, als we weer kunnen uitbreiden, daar verder naar achteren. Dan gaan we 2 lagen omhoog. Dat lijkt me echt heel leuk.
echt gaaf om te doen. Ik heb volgens mij genoeg. 18.000, dat is wel heel veel meteen. Maar ik zou dus kunnen upgraden hier. Dan kan ik dus verder naar achteren. En dan daarachter weer ga ik naar 3 lagen omhoog. En dan over de hele breedte van de boerderij naar achteren dat ik steeds omhoog ga. Ik ben benieuwd hoe dat eruit pakt. Dus het lijkt me wel grappig om dat te gaan doen. Beetje klooien ermee. Dus dat gaan we dan de komende dagen een beetje mee. Maar ik moet eerst de diamanten verdienen. Dat is dus belangrijk. Even kijken. Want zonder diamanten kan ik niet extra velden gaan openmaken. Bovendien heb je die diamanten ook nodig om je terraforming te doen. Dus dat kost maar 10 diamanten per veldje. Maar ja. Je hebt 20 bij 40 veldjes heb je. En die moeten 2 lagen omhoog. Dus kun je wel uitrekenen hoeveel je daarvoor hebt. Dus je hebt in totaal 1600 veldjes te doen. Keer 10. 16.000 diamanten. Heb je daar stiekem voor nodig. Dat is best wel veel. Zeg ik dat goed? Ja, het loopt aardig op. Het zijn 40 bij 20. Dus 10 bij 80. 800. En dan 800 veldjes. Dan moet je, denk ik, ja, je kunt iets meer doen dan één exact veldje. Je kunt iets meer doen, maar je hebt wel veel diamanten voor nodig. Het loopt aardig op, laat ik zo zeggen. Dus, fruit, fruit, fruit. En natuurlijk ook de gewassen. Want die heb je ook nodig. Ik maak deze riedel nog af. En dan ga ik jullie weer een hele fijne dag wensen. Fijn weekend alvast. En tot de volgende Farm Together. Mooi hè. Bye bye, smash bye. Tot de volgende keer.